Achter elk merk zit een mens. Achter elk gebouw een onderneming. Hoe worden ideeën die ooit alleen in je hoofd bestonden, tastbaar in de echte wereld? Met kraakheldere visie, gedreven in ambacht, ontstaat iets wat groter is dan jezelf. Neem een kijkje door de bril van. Melvin Manhoef is een van Nederlands bekendste vechtsporters. Hij vocht voor verschillende grote internationale organisaties en behaalde kampioenschappen in het kickboksen en mixed martial arts. Inmiddels is hij gestopt als professioneel vechter, runt hij een sportschool en houdt hij zich bezig met talenontwikkeling. Soufiane Touzani wordt gezien als grondlegger en pionier in het freestyle voetbal. Als professioneel straatvoetballer maakte Soufiane video's die honderden miljoenen keren werden bekeken. Zijn trucs worden toegepast door de grootste spelers ter wereld en hij is uitgegroeid tot een succesvolle content creator. Inmiddels heeft Soufiane zijn eigen televisieprogramma's op de buis, waarvan Tiki Taka Touzani het meest bekend is. Melvin en Soufiane, welkom. Wat leuk dat jullie er zijn. Hoe is het met je? Ja, goed. Ik mag niet klagen, denk ik. Nee. Hoe is het met jou? Nog goed. Ja? Ik ben nog vrienden met hem. Dus dat gaat nog goed. Dat is mooi. Ik zie dat jullie hele mooie brillen hebben uitgekozen. Melvin, kun jij me iets vertellen over je gekozen bril? Ja, ik heb een Cartier Must uitgekozen. Dat is een van de eerste brillen die ik Cartier gemaakt heb. En het is eigenlijk een soort remake hiervan. En ik dacht bij mezelf, ja, als dat een van de eerste generatie is brillen waar Cartier mee is gekomen, dan vond ik dat wel leuk passend bij mij. Weet je wel, de eerste keer een beetje een chique bril voor mij. Dus nice, vandaag. Staat je goed? Ja, toch, dank je. Soufiane, kan jij me iets vertellen over je bril? Ik moet zeggen, ik ben best wel een lik. Ik kwam binnen en ik zei van, luister, ik wil iets aparts. Iets wat niet iedereen gelijk neemt. En toen kwam ik op deze. Het is Jacques-Marie Maje. Ja. En het is dit is 203 van de 450 gemaakt. Dus ik voel me best wel... En het is ook de omgekeerde wereld als Spider-Man. Als Spider-Man zeg maar zijn bril afdeed, dan werd hij scherp. Maar ik word scherp als ik hem opdoe. Punchline, I like that. Ja, of course. En ik hoorde ook iets met Japan en ook je bal. Kan je me daar ook iets meer over vertellen? Ik zag in de intro die bal mee. Deze bal is best speciaal. Gebruiken freestylers over de hele wereld om trucjes mee te doen. Hebben we echt heel veel tijd ingestopt, maar hij is ook gemaakt van man-made Japanese leather. Nice. En dit is van Japans titanium, dus dat had zo moeten zijn. Meant to be, I like that. Heel mooi. Jij bent kickbokser en MMA-vechter. Ja. Soufiane, jij bent straatvoetballer en een pionier in freestyle voetballen. Als ik dat zo hoor, dan denk ik, nou, dan moet je wel heel erg gedisciplineerd zijn om op het niveau te komen van waar jullie nu beide zijn. Klopt dat? En zat discipline er vanaf jongs af aan al in? Vraag ik dan meteen aan jou, Melvin. Het zat er natuurlijk niet helemaal altijd gelijk in. Maar er zijn wel dingen, naarmate zijn ze wel echt gekomen dat ik heel erg gedisciplineerd werd. En dat ik echt alleen voor de sport ging leven en dat ik alles voor de sport over had. Dat is natuurlijk gekomen op een gegeven moment wanneer je natuurlijk te horen krijgt dat je een talent hebt of iets anders. En ja, dan ga je natuurlijk steeds meer er zelf in geloven, dan ga je het steeds meer voor laten om daar te komen waar je wilt zijn. En dat is eigenlijk wel, heeft de sport mij wel heel veel discipline, structuur en succes gebracht. Maar het zat er dus niet al meteen in? Het zat er niet meteen in. Ik kan wel zeggen dat het zo is, maar dat is gewoon niet zo. Nee. Dus, en op een gegeven moment, je moet natuurlijk ergens, ik was natuurlijk een jongen, een beetje van de straat de ene keer ging het wel goed en niet goed. En dan op een gegeven moment kom je ergens en dan ga je door. En dan op een gegeven moment, als je ziet dat je ergens kan komen en je gaat dan je mindset ernaartoe zetten van ik wil dat bereiken. Ja, en toen was het natuurlijk voor mij echt wel een... dat was voor mij de eerste stap dat ik echt dacht van ik dit kan iets worden. Ja. Hier ga ik voor. Ja. Mooi. En bij jou, Soufiane, zat het bij jou wel vanaf jongs af aan al in? Ja. Ja, ik zat er jongs af aan al in, omdat ik wou gewoon heel graag. En ik denk dat dat wel een van de dingen zijn die belangrijk zijn voordat je überhaupt discipline kan krijgen. En als je bijvoorbeeld zelf nog niet doorhebt dat je op zo'n stage kan komen, dan snap ik dat bij hem de route anders is. Ik had echt zoiets van, ik wil gewoon profvoetballer worden, no matter what. Weet je, als iemand in die tijd zou zeggen, luister, je moet elke dag 500 keer opdrukken, dan zou ik 500 keer opdrukken. Dat zou ik ervoor over hebben. Maar met de tijd is dat wel veranderd. Is veranderd? Nou, kijk, ik was toen ik een jaar of 14 was.
had ik scoliose, vergroeiing van mijn wervelkolom. Mm. En toen was eigenlijk mijn droom als profvoetballer. Weet je, als de helft van je rug zeg maar niet werkt, ja, dan wordt het wel lichamelijk heel lastig. Toen mocht ik een jaar lang niet competitief spelen. Ik mocht wel, omdat de dokter verhalen hoorde over mij, dat ik verslaafd was aan de bal. Goede verslaving. dat ik alleen de bal mocht hoog houden. Ik had net een pin in mijn rug, die zit er nog steeds in. Oh. En daardoor kon die pin verschuiven als je in duel zou gaan of wat dan ook. Dus toen heb ik een jaar lang alleen maar zitten hoog houden. Weet je? En toen ben ik daar weer, bijvoorbeeld, een nieuwe droom, tenminste, dat had ik nog eens door. Toen begon ik opeens goed te worden in trucjes met hoog houden, et cetera. En toen was er ook nog wel een drijf, maar ik was best wel snel, weet je, weet ik ook, als pionier van freestyle voetbal. En dan op een gegeven moment, er is niet echt een what's next. Veel later zijn de wereldkampioenschappen gekomen, maar toen was mijn mind alweer ergens anders. Mm. En ik moet zeggen, ja, ik had misschien wel de afgelopen 15 jaar dat ik gewoon wel elke paar maanden iemand in de ring moeten hebben, weet je, zoals, want dan je moet ready zijn om die ring in te gaan. En ik ben best wel veel met als ik dat mag zeggen, met talent weggekomen. Ja, maar ik vind het wel mooi dat je dus vanuit eigenlijk iets wat heel erg kwetsend kan zijn, soort van, je krijgt te horen dat je eigenlijk niet meer die profvoetballer kan worden die jij voor ogen had. Mm-hmm. Je bent soort van gaan hoog houden en uiteindelijk heb je iets anders gevonden. Maar wat deed dat met je toen je hoorde van, hey, dit gaat het niet meer worden. Je kan niet meer voetballen zoals jij dat voor ogen had. Ja, om heel eerlijk te zijn, ik heb daar niet echt een theorie voor dat ik daar een proces in heb meegemaakt. Ik ben gewoon God heel dankbaar dat ik gewoon geen pieker guy ben. Zeg maar. Ik ben niet diegene die heel lang ergens mee zit. Ja. Dus ik wist nog dat ik mijn moeder zat te troosten de dag voordat ik geopereerd werd. En net voordat ik onder narcose ging, dan ging ik haar troosten. Zeg maar. Wow. Maar ik wil ook niet, ik kan nu een heel mooi verhaal houden van, ja, dat heb ik op deze manier bereikt. Maar ja, sommige karaktereigenschappen heb je gewoon. En ik ben geen pieker guy. Ik denk dat dat mij heel veel heeft geholpen in mijn carrière. Ja, mooi. En Melvin, bij jou dan? Want je gaf net aan dat je die discipline zat er niet in. Maar op een gegeven moment krijg je te horen van, jij bent goed, je bent getalenteerd, ga hier iets mee doen. Ja. Waar kwam bij jou dan het punt dat je dacht, oké, ik ga dit professioneel aanpakken? Ja, net wat Soufiane zei, ik had natuurlijk ook de droom eerst om profvoetballer te worden, want dat was mijn allereerste droom, snap je? En ik kon wel redelijk voetballen. En op een gegeven moment brak ik dus mijn enkel, waardoor ik eigenlijk die droom uit elkaar spatte. En toen ben ik eigenlijk gewoon een beetje gaan kickboksen op late leeftijd. En ja, toen had ik niet, ik dacht natuurlijk, ik word profvoetballer en je krijgt natuurlijk geen contract bij een profclub en dat soort dingen. Dus dan denk je van ja, je leven is over. Ja. Eigenlijk op dat moment denk je dat echt als jongen. Omdat als je 18 bent, je bent nog niet daar waar je moet zijn, dan... En je mind is misschien nog helemaal gevormd, toch? Nee, was nog niet helemaal gevormd, maar op dat moment dacht ik van, ach. En toen ben ik maar een keertje gaan kickboksen met mijn broertje. Ging ik mee en toen, 3 maanden tijd, deed ik mijn eerste wedstrijd. Dat zag niet uit, ik was al helemaal aan het vechten, dus... Ja, en toen was ik nog niet helemaal into de sport. En toen ik best wel wat wedstrijden had gedaan, en ik ging heel snel van de... Je hebt dan in het kickboksen, heb dan... Nieuweling, C-klasse, B-klasse en dan full prof. Ik ging best wel daardoor best wel heel snel doorheen. Binnen een jaar en het was ik nog steeds niet echt serieus. En toen zeiden mensen wel tegen mij van, joh Mel, je hebt wel echt iets. En toen dacht ik, weet je wel. En toen was ik nog van alles aan het doen. Geen focus. En toen op een gegeven moment, zag ik bepaalde dingen gebeuren in mijn leven. En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik wel even gaan focussen. En toen ik die focus had, dat was niet normaal. Toen zag ik mezelf daar staan en ik zag mezelf heel veel dingen bereiken. En toen wou ik zeg maar eigenlijk een van de kleinste mensen zijn die eigenlijk volgens mij de K1 heb betreden en het zwaargewicht heb gevochten. En ik ben met mijn 1,75 of 74. En als ik mijn schoenen aan heb, 1,76. ben ik daar toch gekomen. En dat was voor mij al een prestatie. En ik wou toen de K1 natuurlijk winnen, maar ja, dat is me nooit gelukt. Ik wou bij de laatste 8 komen. Dat zijn dan de laatste 8 vechters die je dan zo'n K1 toernooi deden. Ja. En dat was mijn drive. En, ja. Soufiane, wat maakt jouw stijl van voetballen zo uniek?
Oei, dat moet ik over mezelf gaan zeggen. Ja. Nee, wat ik wel heb gedaan... kijk, je hebt verschillende soorten voetbal. Je hebt bijvoorbeeld freestyle voetbal. Freestyle voetbal gaat echt erom dat jij echt staat en gaat battelen tegen iemand anders. En je gaat gewoon net zo'n breakdance battle, weet je. Je gaat op een hele toffe manier elkaar uitdagen. Dan heb je 1-1 pannen. Dat vind ik echt vergelijkbaar, weet je. Je gaat op verschillende manieren staan. Ja, je let hoe je tegenstander staat. Je zoekt naar het gaatje. Je zoekt naar dekking. Ja, dat is gewoon echt een game. Dat is een wedstrijd. Ja. Je wil ook de beste zijn van de twee. Ja, nee, maar ook in de tactische, zeg maar. Ja, als ik kijk naar kickboxers, hoe ze, weet je, ik zie dan van, ze zitten nu te kijken hoe beweegt de ander, weet je wel. En dat doe je ook met je 1-1. Dan ga ik een beetje een paar bewegingen maken en denk ik, zo reageert hij ongeveer erop. Dan ga ik daar een combo op bedenken. Dus dat vind ik heel dichtbij. Als het gaat hebben over de stijl van freestyle, waar ik dan het meest bekend mee ben geworden, dan... ik had in het begin, je had verschillende trucjes. Bijvoorbeeld een rondje om de wereld. Dat is dan, zeg maar, als ik hem mag laten zien. Ja, dat is gewoon dan met je voet dan, hè. Zo tik en dan omheen, zeg maar. Okay. En dan heb je weer een ander, spring je eromheen en je hebt zulke dingen. Nou, in ieder geval, het waren allemaal losse trucs. En ik denk dat is waarom ik dan als pionier ook ben genoemd. Ik heb al die trucjes aan elkaar gecombineerd. Dus zonder een extra touch ertussen. Okay. Dus eigenlijk net zoals bij vechten heb je 3 combo hit, 4, 5. Maar als je dat dus met voetbaltrucjes hebt en je doet bijvoorbeeld rondje om de wereld. Ik dacht van heel simpel, ja, als je er 1 kan doen. Kun je er ook nog eentje achteraan. En nog eentje achteraan. Okay, en weer terug. Yeah. En weer terug. En dan naar die andere, Ja. Dus opeens kwam er een nieuwe wereld van oneindige combinaties, zeg maar. Je maakt je eigen ervan. Ja. En daarna ging het echt, want als je ziet wat er nu gebeurt, dat is echt next level. Maar ik had altijd wel tegen mezelf gezegd, ik wil wel trucjes doen die dicht bij het voetballen staan. Ik wil niet te veel de circuskant op gaan. En ik wil ook dat het sierlijker uitziet. Dus op het moment, je had sommige trucjes, die kon ik wel. Maar die waren zo heftig dat het eigenlijk al niet toffer uitzag. Maar dan leek het gewoon zo. Wow. Dat vond ik niet mooi. Ik vond meer dat de flow vond ik heel belangrijk. Maar kwam dit echt vanuit jezelf? Of ben je bijvoorbeeld gaan reizen om inspiratie op te doen? Ik was altijd met mijn beste vriend, met de bal. Maar ook een paar jongens om me heen natuurlijk. Dus dat heb ik wel. Maar het werd ook wel gevoed op een gegeven moment. Okay. Dat deed ik bijvoorbeeld een truc. Ik weet nog dat ik een keer met allemaal freestylers kwam. Dat praat je over jaren geleden. Dat zijn de wereldkampioenen van nu. Hè? En wat die doen 3 dubbele salten en dan vangen ze de bal nog op. Allemaal gekke dingen. En toen deed ik een trucje, dat heet Tuzani Around the World. En eigenlijk is dat voor hun echt, zeg maar, een trucje dat ik... Ja, dat is zo simpel. En toen deed ik hem, zeiden ze, nee, maar zoals jij hem doet, dat vinden we echt mooi. En toen dacht ik opeens, en het is niet om mezelf met Ronaldinho te vergelijken, maar ik stond in San Siro stadion met Ronaldinho. Hij ging toen van Barcelona naar AC Milan. En als ik dan een beetje stoer mag doen, niet alleen met een toffe bril, maar als ik een beetje stoer mag doen, dan heb ik wel wat meer trucs dan Ronaldinho. Mm. En ik daar, weet je, San Siro, allemaal trucjes doen. Fucking en ze gingen los, het publiek. Ja, dat is toch goed. En toen kreeg Ronaldinho de bal. Hij deed hem alleen maar stil op zijn hoofd. Dus eigenlijk niet. Maar hoe dat eruit zag, ja, dat kan je niet nadoen. Dat is Ronaldinho. Het ging heel het stadion los. En dat was een beetje mijn Ronaldinho moment bij de freestyle. Dat ik een heel simpel trucje deed. Maar ze deden Terwijl ik dacht, die kan je ook. Melvin, MMA is ook een vrije sport. Ja. Maar jij kickbokst ook. En daar heb je best wel veel regels. Hoe vind jij de balans in die twee? Eigenlijk zou ik eerst willen weten waarom je beide sporten bent gaan beoefenen. Dat komt eigenlijk door mijn tweede trainer. Die zei tegen mij, ik was natuurlijk best wel goed al in het kickboksen en ik vocht toen net volgens mij B-klasse. Net B-klasse volgens mij, semi-prof. En toen zei hij tegen mij een keertje van, Mel, free fight, dat was toen net op. Dan mocht je met open handen mocht je slaan. En dan mocht je ook naar de grond. Dat was het begin van het MMA hier in Nederland. Dat heette dan free fighten. Ja. En toen zei hij tegen mij van, Melvin. En dan weet ik als Dennis dan naar me toe komt. Melvin, jongen, zegt hij dan, weet je wel. Als je echt een goede vechter wil worden en kampioen, dan moet je dit kunnen. Dus ik zeg, we gaan free fighten. Free fighten, dat is free fight. Ja, met zonder handschoenen en dit en dat. Met worstelen erbij. En ik denk, oké. Als hij dat zegt, als ik dan de beste vechter kan worden, dan gaan we dat doen. En zo ben ik dus met free fight in aanraking gekomen door Dennis. En zo is het eigenlijk begonnen dat ik dus twee dingen tegelijk, twee disciplines gelijk ging trainen. Okay. En hoe heb je balans in die twee technieken gevonden? Ja, het is heel moeilijk. Ja. Het is heel moeilijk, want nogmaals, als ik dus bezig ben met het kickboksen,
dan kan ik minder worstelen en minder op de grond doen. Ben ik bezig met worstelen, word ik weer minder beter. Of word ik minder goed in het kickboksen. Dus, dus ik koos ervoor doen echt om eerst veel kickboksen te doen. En daarna ben ik echt een beetje overgestapt en toen ging ik dat een beetje bijtrainen. Maar ja, dan kom je dus soms tegen jongens die al 10 jaar grond doen. Maar ja, ik doe dan weer 10 jaar staan. Dus hun kunnen nooit winnen van mij staan, maar ik kan nooit winnen van hun op de grond. Ja. En dat was altijd dus een manco, is dat geweest in mijn hele carrière natuurlijk. Ja. Omdat ik, dat in het begin vond ik het knuffelen en dacht ik, daar ik helemaal niks van hebben. Weet je, maar later, toen ik het iets meer ging begrijpen, vond ik het wel leuk. Maar ja, dan kan je het eigenlijk niet meer inhalen. Ja. Dus het is altijd een moeilijke keuze geweest, 2 dingen tegelijk doen. En toen ik me dus ging specialiseren alleen op MMA, dan moest ik nog steeds 2 dingen tegelijk doen. Want je moet nog steeds kickboksen of worstelen of BJJ of judo. Dat zijn alle sporten door elkaar. Wauw. En je bent nu trainer? Ik ben nu trainer. Ook, Wat is het verschil tussen Melvin de trainer en Melvin de vechter? Er is geen verschil. Geen verschil? Nee, gewoon altijd hard. Als je dan toch de jongens hebt, als je voor de recreanten bezig bent, ben je gewoon... dat doe je het op een recreatief niveau. Mm-hmm. En ben je met wedstrijdvechters bezig, ben ik echt hard. Okay. Want anders dan, dan heb het voor mij geen zin. Dan steken we allebei tijd in ergens. Als je niet de mindset, de werkethiek en de consistency hebt, dan zijn we tijd aan het verdoen. Ja, nee, dat is waar. Dus als trainer ben ik gewoon net zoals ik in de ring ben. Gewoon wikkel. Goed. En wat vind je zo mooi aan een vechtsport? Ja, wat is er zo mooi aan de vechtsport? De vechtsport is natuurlijk eigenlijk... Is de vechtsport niet eens mooi? Ja. Eigenlijk vind ik de mindset van... mensen zeggen altijd, ik vertel dit heel vaak... Vechten is niet fysiek. Mensen vinden dat vechtsport... Dat is niet vechten. Vechten is wanneer het tegen zit... of wanneer iets niet lukt of wanneer je pijn hebt... Ja, dan moet je nog een keertje doorgaan. Stel je nou voor, ik zit in een ring... iemand geeft me zijn hardste klap. Boom! Dat ik dit krijg. Dan zegt mijn hoofd, zeg... Jezus, die is hard. Oh, dat doet pijn. Oh, je gaat met jezelf praten. Dan krijg ik nog een. Boom! Dan gaat mijn mind zeggen, oh, dit is pijnlijk, man. Dit is gevaarlijk. Dit doet pijn. Dit kan je niet. Boom! Krijg ik nog een. En dan moet mijn mind zeggen van... Oké, ik weet dat het pijnlijk is. Maar we gaan er nog meer halen. Want ik wil gewoon deze partij winnen. En ik wil dit nemen om daar te komen. Maar nou zetten we het op iets anders. Wow. Dan gaan we voetballen of we gaan balletten. Mm-hmm. Het maakt niet uit. Mm-hmm. Snap je? Dan staan ze zo lang op hun tenen als ze ballet doen. En dan doet het pijn. Ja. En dan doet het echt pijn. Dan komt het gevecht. Dat die ballerina zegt van... Hé man, ook al gaan mijn tenen eraf, ik blijf staan. Snap je? Dus vechten is gewoon voor mij hier. Vechten zit hier. En iedereen die vecht, hij met zijn rug. Je hebt ook mensen die ziek zijn. Ja. Die zijn nog hardere vechters dan ons. Wij zijn geblest dat we nog, weet je, elke dag gezond opstaan. Maar je hebt mensen die zo hard vechten. Ja. En dat gevecht, sommigen winnen het gevecht en sommigen winnen dat gevecht niet. Want dan weten ze van, ik moet even doorzetten, want ik word dan beter. Of ik, en dat is pas vechten. Dat noem ik vechten. En dat is voor mij een kampioen. Als je dit kan gebruiken en gewoon, maar in alles, hè. Dus we praten nu over vechtsport, maar nogmaals jongens, dit is geen vecht, dit is alleen fysiek, dit is een sport, dat is entertainment. Maar dan vechten voel je het dus niet. Door je mindset zeg je dan dat je die stoten dan ook niet voelt? Ja, wel, je voelt ze wel, maar het feit is, je mind gaat gewoon praten met jezelf en dan moet je dus gewoon gaan vechten. Dan zeg je dus gewoon van, ik accepteer deze pijn, maar het is hier nog niet klaar. Ja. We gaan het oplossen. Ja, ik vind het... Heel mooi. Ja. Heel mooi. En je geeft me inderdaad meteen een heel ander perspectief. Van vechten. Want als ik naar vechten kijk, denk ik, wow, dit is echt heftig. Maar het is ook heftig. Ja. Het is ook heftig. Ja. We gaan niet zeggen dat het niet heftig is. Nee. Maar nogmaals, iedereen vecht. Daarom wil ik ook gewoon voor de mensen die dus kijken, naar mij kijken, die zeggen van, ik ben een kampioen. Ja, weet ik, maar jullie zijn allemaal zelf ook een kampioen. Want er komen ook momenten voor in het leven dat zwaar is en dan moet je ook tegen vechten. Ja. Dat is eigenlijk meer wat ik wil zeggen. Dus, ja. Mooi. Dankjewel hiervoor. Ja. Hoe heeft straatvoetbal jouw leven veranderd? Ik denk dat als je gaat kijken naar... Ik kom uit Rotterdam, Rotterdam-Zuid. En als jij straatvoetbal heel erg leuk vindt,
Dat betekent dat je, als je naar buiten gaat, dan heb je genoeg te doen. Je gaat naar het pleintje. En ik leefde ook nog eens in een tijd, niet dat ik zo oud ben, maar ik leefde in een tijd, weet je, voor internet. Nou, dat klinkt al heel erg oud. Ja. En toen was het gewoon normaal dat je naar buiten ging, naar het pleintje ging. Dan was gewoon, elke dag hadden we gewoon Champions League. Weet je, ja. Had je 7 tot 8 teams. Dan ging je voetballen en als je had gewonnen, dan ja, was het heerlijk. En ik zeg ook altijd van, winnen is alleen lekker als verliezen pijn doet. Ja. Hoe pijnlijker het verlies, hoe lekker de winst. En kan je dat nog een keer zeggen? Winnen is heerlijk als verliezen pijn doet. Zei je dat? Ja, is nog lekkerder als verliezen pijn doet. Omdat er dan, in dit geval, je hebt letterlijk wat te verliezen. Want als je verliest, je hebt 8 teams, moest je een uur wachten voordat je weer aan de beurt was. Okay. Dus dat was gewoon een heerlijke drive, zeg maar, om elke dag daar op het pleintje te zijn. Ja, en dan leer je gewoon heel veel dingen. Je speelt soms met oudere jongens. Soms ben je zelf een van de ouderen. Dus je krijgt elke keer een soort van nieuwe rol. En het is ook een proces, weet je. Ik ben nu volgens mij best wel een lieve man of zo. Het komt heel lief over. Nog wel. Nee, maar ik kon best wel gemeen zijn en zo. Mm. Is dat dan niet gewoon omdat je gewoon heel graag wilt winnen? Ja, ik wil heel graag winnen. En ik was ook in de buurt. In mijn buurt, iedereen had een oudere broer. Ja. En iedereen had wel een sterke Melvin om zich heen, zeg maar. En ik stond wel een beetje alleen ervoor, dus ik moest mezelf ook een beetje... Maar straatvoetbal heeft mij gewoon enorm gevormd op alle fronten. En vandaag de dag nog steeds gebruik ik heel veel van straatvoetbal in alles. Het competitieve, dat vind ik ook echt. Ja. Ik wil hem heel erg vinden in jou. Ik zit daar ook mee te struggelen af en toe. Ik vind op het moment dat je op Champions League niveau speelt. Ja. En dat hoeft niet alleen boksen te zijn, dat kan ook voetbal zijn, maar dat kan ook in het zakelijk leven. Er zijn sommige dingen, bepaalde, die gewoon op Champions League niveau moeten gebeuren. Ja, dan, als je dan een soort van coacht of omheen, dan kan ik ook best wel die harde guy zijn. Ja. Dat ik achteraf, weet je, af en toe wel gesprekken met mezelf voel, van ben ik niet te hard? Denk ik, nee, dit is de game die je hier speelt. Maar dat is de game, want anders word je niet speciaal. Dat is hoe het is. Ja. Anders word je nooit speciaal. Dat is wat ik altijd mijn mensen uitleg. Als je speciaal wil zijn, dan moet je altijd dat dingetje doen wat de rest niet doet. Waar een ander stopt, gaan wij door. En dan word je speciaal. En dat is wat ik gewoon... Ja, dat leer ik gewoon... Bij mij in de gym is dat mijn quote. Ik ken niemand zeggen... Waar een ander stopt, gaan wij door. Maar mag ik je één vraag stellen? Ja. Want jij loopt ook een tijdje in de scene. Ik zit heel erg te twijfelen. Het is een mooi moment om erover te hebben. Maar ja, zeker. Is de mens een beetje veranderd, zeg maar? Omdat mijn gevoel zegt dat harde, zeg maar, dat gewoon... Ja. Dat is er een beetje uit. Dat heeft gewoon te maken met de omgeving waar je opgroeit en hoe dat alles gaat. We krijgen meer, de ouders zijn beschermender, weet je. Dat zijn allemaal dingen waar de omgeving dus toch een beetje anders van wordt. Snap je? Dus jij hebt die verschil ook wel. Ja, maar dat is gewoon een feit. De generatie nu is wat minder hard dan de generatie van vroeger. Omdat je hebt natuurlijk meer internet, iPad, dingetjes. Het wordt allemaal makkelijker gemaakt. Dus dan word je ook makkelijker. Ja, tuurlijk. Omdat je natuurlijk verandert daardoor. Omdat alles natuurlijk makkelijker wordt. Dus dan word je ook veranderd. Als je ergens voor moet werken, dan weet je natuurlijk waar de tegenslagen zijn. En als je dus werkt, elke keer dat je werkt, kom je een teleurstelling tegen. Maakt niet uit wat je doet. En elke keer dat je die teleurstelling tegenkomt, word je dus, heb je een mental growth gewoon. Je moet gewoon sterker, boom. En elke keer weer. En dat is waarom ik denk dat, ja, sommige dingen doen we gewoon iets te veel nu en vertroetelen nu. Ik kijk naar mezelf of naar over welke leeftijd heb je dan? Ik heb het echt over de leeftijd tussen de 20 en 30, zeg maar. Ja. Dus niet daar jonger, die volg ik nog, zeg maar. Ja. Maar ook daar vind ik al best, dat ik denk, dat zetten ze niet door. Ging mijn tijd toch wel anders, hoor. Ja, maar ze zetten niet door, toch? Ja. Maar dat is gewoon, ja, dat vind ik ook. Maar ik vind dat ze te snel stoppen, te snel opgeven. Maar dat is, bij iedereen is dat waarschijnlijk hetzelfde. Alleen daar moet je gewoon proberen om jezelf te gaan onderscheiden. Dus, en dat is wat ik zeg. Ook daar, waar een ander stopt, moet je gewoon doorgaan. Dat is gewoon voor alles. En dat gebeurt gewoon niet meer. Dus ja, ik weet ook niet waaraan dat ligt, maar ik denk waarschijnlijk toch een beetje aan onze eigen opvoeding. Ja, opvoeding en vooral de tijd waarin we leven. Wat jij zei, vroeger was het veel harder. Ja, was veel harder. En nu is het, als ze er niet blij mee zijn, dan expose je op social media. Dus dat kan ook. Je weet maar nooit. En Soufiane, jij hebt FC Straat, Soufiane TV en ook een kledingmerk, Touzani label. Zag ik het goed? Ja, klopt. Mooi. En Melvin, jij bent eigenaar en hoofdtrainer van Gym Hoofddorp. Waarom is het voor jullie belangrijk om terug te geven?
Ja, het is... Je zei het net ook al een beetje. Jawel, iemand gaf laatst ook een mooie zin, maar ik weet niet of dat van hem was of dat hij bekend is. En dat is learn, earn, return. Hmm. Dus je leert, dan je krijgt en dan geef je terug. Mooi. En ik denk wel dat ik al een tijdje in die fase zit. Hmm. Misschien ook een beetje vervroegd. Ik ben pas 36, maar ik heb wel zoiets van, weet je, ik zie mezelf geen WK pakken of zoals jij nog de drive hebt. Die drive is wel ergens in mijn achterhoofd, maar ja, het gaat gewoon niet. Op een andere manier misschien. En op deze manier wil ik gewoon wat teruggeven. Ja. Getallen hebben pas waarde als je er wat moois mee kan. Je kan een miljoen euro hebben bijvoorbeeld, maar ja, als het alleen maar ergens ligt, dan is het in principe is het niks waard, want er gebeurt niks mee. Ja. Hetzelfde is, getallen. Ja, we hebben nu het grootste voetbalplatform van de Benelux. We zijn over de 1 miljoen abonnees, gisteren 1,1 aangetikt. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. En ja, dat klinkt ook weer stoer. En tegelijkertijd, ja, wat ga je daarmee doen? En we hebben gewoon gezegd, Touzari TV is een voetbalplatform voor alle voetballers. Van verstandelijk, fysiek beperkt, talenten, recreanten, talentvolle dames. Tot aan de achtertuin van Cristiano Ronaldo, alles wat ertussen zit. Nou, waarschijnlijk als er een kijker tussen zit, die zal denken, hey, trouwens, dit klopt wel. Dit is wat je afgelopen 7 jaar hebt laten zien. Maar ik had nog niet iets tastbaars, echt wat ik kon laten exploderen en wat een soort van houvast kan bieden voor iedereen. En kinderen vroegen altijd aan mij van, hey, waar voetbal jij eigenlijk? Want ik had het er nooit over. En dat klopt ook, want ik voetbalde nergens. En toen zei ik altijd, ik speel bij FC Straat, gaf ik altijd als grap. Maar de grap zat wel inhoud in. En zeiden ze van, FC Straat, bestaat dat? En dan zag ik altijd vader, ze moest ook een beetje lachen zo. Ik zeg, ja, FC Straat is een voetbalclub, je betaalt geen contributie. Ik zeg, voetbal je wel eens op straat? En zegt ze vaak, ja, tuurlijk. Ik zeg, ja, maar dan speel je ook bij FC Straat. En toen ging het een beetje leven krijgen. Maar toen dacht ik van, nee, hier wil ik wel echt iets van maken. En, kijk, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld vechten, straatvechten. Ja, vroeger met boksen, dan kreeg je ook wel een story. Ja, je bent een straatvechter. Nou, die straatvechter die heet nu Conor McGregor of Khabib. Mm. Dus ook de hele... ik zit nu even ver tijd vooruit. Maar als je 10 jaar geleden zou zeggen... Er bestaan nu professionele e-sporters. Dan hadden wij elkaar voor gek verklaard. Ja. Terwijl die zijn er nu. En ik wilde wel naartoe dat er straks professionele straatvoetballers zijn. Ja. Dat is niet waar ik het alleen maar voor doe, maar ik weet op het moment dat ik die top goed heb neergezet, dan zal de hele community en ook de hele breedte sport die zal daaronder volgen. Want elke sport heeft dat. En daarom was ik begonnen. Ik ben zelf eigenaar van Touzari TV, dus ik bepaal ook wat ik erop kan uitzenden. Ja, precies. Ja. En als wij de nieuwe Studio Sport zijn, en Studio Sport is dus waar we met z'n allen naar keken en kijken, maar de jongeren niet meer. Dus als ik daar straatvoetbal op uitzend, dan is het in één keer credible en mainstream. Ja. En dat hebben we afgelopen tijd gedaan. En nu is het zover dat we zelfs de handen in één hebben geslagen met Cruyff Foundation, Cruyff Foundation. Ze hebben 300 playgrounds. En dat vind ik ook stoer van hun om te benoemen. Dat vind ik ook een stuk leiderschap. Ze hebben een stapje terug gedaan. Ze zeggen, FC Straat gaat keihard. Overal waar ze komen horen ze FC Straat. We hebben ook pilots gedraaid waar dan soms bijvoorbeeld 5 kinderen op afkwamen. Met de naam FC Straat kwamen er 100 kinderen op af. Wow. En ze hebben gezegd van, weet je, wij gaan gewoon aan de achterkant gaan we samen een goede propositie maken. Ja. En dan zijn verschillende entiteiten en we doen goede afspraken met elkaar maken. Maar naar de kinderen toe communiceren wij FC Straat. FC Straat. En dat betekent dat ik nu in één keer reuzenstappen aan het maken ben qua tijd. Ja, dat is echt top. Want ik andere ding is van, tijd gaat zo snel, waardoor het behalen van je doelen langzaam gaat. Ja. Want je bent na een jaar, denk je, er is een jaar al voorbij, maar je wil ergens naartoe. Ja. En nu met hun bijvoorbeeld, dat vind ik zo mooi dat ze dat hebben gedaan, heb ik zoveel jaren gekocht, want offline ben ik nog niet sterk vertegenwoordigd. Ja. En wij zeggen van FC Straat, we willen van watchtime naar playtime gaan. Dus alles wat we uitzenden, alle producten die we maken, bijvoorbeeld een bal die je met je telefoon connect en dat soort dingen, of lokale verslaggevers die jouw mooiste goal of assist op jouw pleintje gewoon vastleggen en dat kan je dan terugzien op je platform. Ik ga van watchtime naar playtime. Dat betekent, die watchtime hebben we heel goed staan, maar playtime, ga maar alle pleintjes programmeren. Dat kost tijd. Dat ja. Dus dat is die tijd die ik heb gekocht. Okay, maar dat mooi. Is wel SO naar hun trouwens, dat is wel belangrijk om mooi. Mooi, dankjewel. Melvin, kan jij me het verhaal vertellen van Jim Hoofddorp? Jim Hoofddorp, dat is natuurlijk, mijn gym is ontstaan omdat ik als topsporter nogmaals, je hebt natuurlijk ook, je hebt niet alleen maar dit, je hebt ook de dalen. En op een gegeven moment toen kreeg ik net een nieuw contract
En een heel goed contract. Dus wij dachten helemaal yes. En toen dachten we, oké, we kunnen alles doen. En op een gegeven moment ging de K1 toen een beetje slecht en failliet. En toen had ik eigenlijk geen werkgever meer. En toen kwam ik tot een besef van, oké, maar wat nu? Weet je, als ik niet kan vechten, als ik dit niet kan. En toen dacht ik van, het enige wat ik echt goed kan is dus vechten. Dus ik ga gewoon een gym openen om in ieder geval daar alvast wat mee te doen. En zodoende is zeg maar eigenlijk Jim Hoofddorp ontstaan. Eerst heette het Man of Fighter Fitness en toen ben ik overgestapt wat algemener. Dat de drempel gewoon lager is voor mensen om naar binnen te komen. Toen heette het dus Jim Hoofddorp. Ja. En zodoende is eigenlijk mijn gym ontstaan vanuit het moment dat ik dus eigenlijk dacht van, wat moet ik nu doen? En toen heb ik dus gedacht van, ik ga gewoon met gym beginnen. Toen begon het vechten weer zeg maar een beetje te lopen. Toen heb ik altijd gedacht van, met dit moment ga ik nooit meer natuurlijk meemaken. Dus toen heb ik gezegd van, dan begin ik nu wel met mijn gym te bouwen. Dat mocht er zo'n moment komen of mocht er iets gebeuren, dan heb ik gewoon dat, dat is dan nog mijn tweede gedeelte waar ik dan iets mee kan gaan beginnen. Zo ben ik eigenlijk met Jim Hoofddorp begonnen. Ja. En het is natuurlijk heel prachtig om ook de kennis wat ik heb natuurlijk over te geven aan de jeugd. Precies, aan de ouderen, aan de recreanten, aan iedereen. En dan is het niet dat ik zeg maar het vechten overgeef, maar net wat ik zeg, ik geef het vechtmentaliteit over. En bepaalde dingen dat ze moeten blijven doorzetten. Ja. Weet je, mijn kinderen die zeg maar 5 en tot en met 16 jaar, weet je, die krijgen gewoon 3 regels. Altijd van mij en opgeven is geen optie, kan niet, dat bestaat niet, pijn is voor even. Snap je? En die kinderen komen gewoon binnen en die zeggen tegen moeder, nee mam, opgeven is geen optie, dus ik doe het zelf. Weet dat je wel? Is dus, mooi. Dat zijn allemaal die dingetjes wat ik fijn vind aan de gym, dus dat is wat hij zegt, geven. Dat ik dus iets terug kan geven. Ja, snap je? En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ja. Kan je een voorbeeld noemen van een talent die bij jou heeft getraind en die nu onderweg is naar de top? Er zijn er wel heel veel hoor. Noem maar één. Dus ik heb zeg maar talenten getraind die zeg maar nu aan de top staan. Myrtle Groenart, daar heb ik mee getraind. Massaro Glunder heb ik mee getraind. Jongens die dan echt zeg maar vanuit hier zijn begonnen. Weet je, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En mijn eigen neefje, Cedric Manouf, die is door mij zeg maar begonnen met vechten en die nu ook aan de top staat. En dat zijn leuke dingen om te weten. Andere talenten die ik zeg maar ken vanuit de sport. Een J.O. Vermeer die zeg maar ook begonnen is, maar die is ook begonnen bij mij op mijn eigen platform. Want ik heb ook een WFL, World Fighting League, dat is mijn eigen platform waar ik ook dus talenten laat vechten, of de sport laat beoefenen. En vanuit dat platform, als ze dan bij mij kampioen zijn geworden, kunnen ze dus aansluiten bij een heel groot platform, een Glory of een ONE FC of iets anders. En daar heb ik best wel heel veel jongens van mijn platform zijn er dan eigenlijk doorgestroomd naar een Glory of naar een ONE FC. Ja. En dat is ook iets wat ik gewoon echt heel tof vind om ze dus te zien groeien. En ze zijn er nog niet en dan zie ik ze groeien en nu staan ze daar. En dat is dan wel heel vet dat ik toch een klein stukje heb mee kunnen doen aan hun succes. Weet je wel, dat ik ze heb kunnen bouwen. Want dat is ook een gat van, je hebt dan hier de Rico, de Badder, de Melvin Manders en de Alistairs. Maar hier tussen zijn ook heel veel jongens die ook nog gebouwd moeten worden. En daar heb je niet altijd de tijd voor, omdat die grote jongens natuurlijk alle shine pakken waarschijnlijk soms. En dat is ook de reden waarom ik dat ooit ben begonnen. Heel mooi. Weet je, dus dat is dat loopt ook wel goed. Ja, nou mooi. Jullie mogen echt heel trots zijn op jullie zo. In hoeverre heeft netwerken een rol gespeeld in het behalen van jullie succes? Ja, voor mij was het netwerk gewoon mensen neerslaan. in mijn sport, snap je? Dus Nee, in mijn sport is dat, netwerken vind ik wel belangrijk. Natuurlijk gewoon op andere gebieden wel. Om natuurlijk met elkaar, zoals Tussani, dit is gewoon natuurlijk hartstikke leuk. En hiervan kan ook bijvoorbeeld weer iets nieuws ontstaan. Ja, precies. Weet je, want ik heb ook wel eens jongens die bij mij komen die voetballen. En dan zeg ik tegen ze,
is goed, maar wij gaan vechten voor de bal. Want sommige jongens die zijn, net wat je zei, je had het nu bijvoorbeeld over kinderen die misschien wel goed zijn, maar niet fysiek heel sterk zijn of net niet durven om een duel aan te gaan. Nou, dan heb ik, we gaan vechten voor de bal. Snap je? Dus dan leer ik die kinderen dat. Dus ja, dus het netwerk zal misschien hier ook weer wat iets kennen opleveren. Maar netwerk is wel belangrijk. Maar ik kan niet nu 1, 2, 3 voor mijzelf nu vinden van dat ik zeg van oké, het netwerk heeft mij hiermee geholpen. Mm. Of weet je, wel mijn managers, waarmee ik ook geen netwerken die mij sponsors leverden. Waardoor ik bijvoorbeeld bepaalde andere dingen niet meer deed. En waardoor ik eigenlijk gefocust bleef. Op mijn game, ja, weet je, dus dat is wel heel belangrijk. Dus Simon en Raymond, shout-out nog maar. Dat waren mijn oudere managers. Dus mooi. Ja, het netwerk heb wel een klein beetje geholpen. Ja, mooi. Bij jou? Ja, ik wil punchline eruit gooien. Toch? Ja, ik heb wel een netwerk, maar je moet zorgen dat je net werkt. Oké. Hey. Ja. Punchline. Ja, dat is goed. 101 Bart. Nee, het is natuurlijk. Kijk, netwerk is super belangrijk. Dat ik denk dat ook gewoon een feit is. Ik denk niet dat een mening is. Voor mij heb ik gewoon een netwerk opgebouwd in de loop der jaren. En ik denk, en ik denk dat het ook belangrijk is dat, kijk, je kan heel veel verschillende dingen doen. Dan heb je overal een klein beetje netwerk en daar heb je dan iets minder aan. Mm. Kijk, ik zit nu heel lang in dit wereldje en dan is het wel heel goed dat je gewoon een degelijk netwerk hebt. Yeah. Op verschillende manieren, zowel commercieel, maatschappelijk, nationaal, internationaal. En dat helpt gewoon heel erg. Alleen, ik denk dat een netwerk alleen niet zoveel waard is als je niet aan jezelf werkt. En soms is het echt kennen. Ik ga bijvoorbeeld ook nooit zeg maar naar een netwerkbijeenkomst. Ik ben daar nog nooit geweest. Ik moet daar wel een reden hebben, weet je wel? Ik ga niet van, ik ga er naartoe, want ik wil mensen leren kennen. Ja. Nee, ik wil wel eerst even een logische volgorde hebben van waarom ben ik daar. En als je daar dan bent, kennelijk ben je daar dan ook omdat andere mensen zijn daar. Dus dan klopt het ook op een of andere manier. Dus ja. Dat eigenlijk. Nou. Ben je wel eens op een netwerkborrel geweest? Ja. Oh ja. Toen dacht je, wat doe ik hier? Ik wil eigenlijk liegen, maar ik ben wel geweest. No offense tegen niemand. Nee, no offense. Het is goed om ook... In mijn hoofd zit ik dan, het is awkward, ben ik daar? Snap ik. Nee, maar voor iedereen werkt het op een andere manier, toch? Ja, tuurlijk. Nee, Sofjan en Melvin, ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. Ja. Ook voor dit heel leuk gesprek. Maar voordat jullie gaan, heb ik nog één laatste vraag. En dat is... Voor de kijkers en voor de luisteraars, hebben jullie een gouden tip voor mensen die kijken, die luisteren, die denken, ik wil ook de vechtsportwereld in of ik wil ook kampioen of straatvoetballer worden, I don't know. Hebben jullie een tip voor ze? Ja, de tip, dat hebben we wel een paar keer benoemd natuurlijk. Ik denk dat de tip gewoon voor alles wat je doet in je hele leven eigenlijk is, mindset is heel belangrijk. Consistency is heel belangrijk en werkethiek is heel belangrijk. Als je die drie ingrediënten hebt, dan kan het niet fout gaan. Mooi, dus. I like that. Dank je wel. Ja, ik sluit me helemaal erbij aan. Ik wil nog wel even één unieke tip geven. Gooi niet dat hij niet uniek is, maar hier valt geen spel tussen te krijgen. This is what it is, ik was toen, ik denk begin 20, sorry, 19 of 20 jaar. Ik was toen ondernemer, ik ben sinds mijn 18e ondernemer. Ik wou toen in Rotterdam-Zuid dus een schooltje beginnen waar je zeg maar gratis kon voetballen. En het liefst in een zaal, dan moet je zaalhuur hebben en trainers. Maar ik wou ook dat iedereen tenues had en dat soort dingen. Toen was ik mijn eerste foundationsklus zeg maar begonnen. Ja. En toen ben ik naar gemeente Rotterdam gegaan. Toen moest ik budget ophalen. Budget. En toen zei iemand tegen mij, en ik laat me niet zo vaak iets vertellen. Zei iemand tegen mij, en dit is geen verkooppraatje voor de zaak. Maar toen zei iemand tegen mij, je moet een bril doen, dan zie je er slimmer uit. Ik dacht, ik ben toch straatvoetballer, weet je, ik ben net 19, 20 jaar. Ik kom daar om budget te vragen en een plan en noem maar op. Toen ben ik dus zo naar gemeente Rotterdam gegaan. En daarna heb ik een subsidie binnengehaald voor 4 jaar. Oh, wow. Dat is een mooie vraag. Die is heftig. Dus vanaf nu af aan gaan deze plangen altijd weg. Hoppa, dan gaan we zitten. Nee, heel mooi. Ik wil jullie nogmaals bedanken. Ik wil ook Sweet Optiek bedanken. Ja. En vergeet niet te liken en te abonneren op het YouTube-kanaal van ComplexNL. En wij zijn binnenkort weer terug met een nieuwe aflevering van Door de Bril van.